Onlangs kwamen we in contact met Nick Boeien, die het initiatief heeft genomen om alle straten van Rooi te gaan bewandelen, en wel in alfabetische volgorde. Onze wandelreporter Janne trok een eindje met Nick op en vroeg hem onder meer naar wat de aanleiding was voor dit bijzondere idee. Hoi. Hoi, Jan. Hoe is het? Goed, met jou. Hoe kan de wandel? Ja, ik heb gehoord dat jij alle Rooise straten gaat doorkruisen, te voet. Ja, dat plan heb ik opgepakt en ik wil heel Rooi kennen, alle straten weten. Ja. Dus ik thuis in een aardigkastje, gemeentegids van Rooi. Register opengelegd, Achterbos begon het mee, Zuidaardseweg, en de lijsten. Ik denk, die twee ken ik. Ken ik ook alles wat ertussen zit. Maar er stonden zoveel bij, waar ik nooit geweest. Dus ik denk, ik ga ze allemaal aflopen, op alfabetische volgorde. En ben bij de A begonnen en nu ben ik bij de N. En vandaag doe ik dus een aantal straten met de N. En de eerste vijf met de O. En dan begint alweer een heel eind op te schieten. Ik ben pas een paar jaar geleden begonnen met de wandelen. Met te wandelen. Vroeger, ik vond er niks. En als ze toen hadden gezegd van, geef God dat dadelijk leuk vinden, had ik gezegd, leg mij maar achter een Martinuskerk neer, want dat wordt het niet. Ik heb altijd gezwommen en waterpolo. En dat ging op de laatste jaren, was dat wel wat minder. En toen kreeg ik in 2011, net voor de kerst, kreeg ik een hartinfarct. En door revalidatie en op een gegeven moment huisarts. En die zeggen, je moet gaan bewegen. Je moet weer vertrouwen krijgen in je hart. Je hart moet weer gaan pompen. Je moet wat gaan doen. Maar het beste is dat met je onderbeen, dus fietsen of lopen. Dus ik denk, dan kan ik wel eens gaan wandelen. Dus eerst een rondje rondom huis, met een hoop schrik. En een telefoon bij en mijn pilletje voor onder de tong, noem maar op. En ik kreeg er steeds meer aardigheid in. Ik denk, dat gebeurt me niet. Nee, ik boeien gaan lopen, nee. Maar die aardigheid werd groter en groter en de rondes werden groter. En de kaart van Rooi werd erbij gevat en ik ging steeds weer van huis af. Elke keer als ik een stuk gelopen heb en ik ben thuis, dan kijk ik op de computer afstand meten. Tel ik uit hoe wijd ik gelopen heb. En tot nu toe zit ik aan net iets over de 1000 kilometer. Dus en als dat 2/3 is van de afstand, dan heb ik er nog 500 kilometer te gaan. En dan zit ik rond de 1500 kilometer is het dan. Feit komt eraan dat we dadelijk Meijer Rijstad heten. En dan heeft er Vachel en Schijndel ook nog bij. En die hebben ook heel veel straten. Dus ik weet niet of ik daar dan ook nog bij ga doen. Dat is in 2017. Maar daar staan toch wel wijd van huis. Als je achter in Keldonk en Boerdonk voor het op en neer moet lopen, dan ben je verdonken niet meer thuis. Hè? Dus ik weet nog niet wat ik ga doen. Maar het is al een heel grote prestatie, vind ik. En 1500 kilometer lijkt veel, maar ik ben ook een jaar weier. Dus het is plezierig om te doen.